Tot zo met opstappen. Ik sta te poseren, Shadow. Oké. Goed zo. Ja? Ja. Bed, tot straks. Dag Miek, tot straks. Voor symbolen die Bert maakte, maar... Oh ja, ik wil een doorwaarbroek. Ik wil most definitely een doorwaarbroek. Tering, ik heb gewoon koude benen, man. Dan. Kijk jij eens mee? Ja, hij is vrij voor zover ik kan zien. Ja. Hoe voelt het voor jou? Al beter. Mooie van dit soort bochtjes dat je een beetje kan oefenen, want rechts is echt mijn slechte kant. Ik ga zo meteen rechts voor sorteren. Als je dan over je rechter schouder kijkt, kan je links achter ons kijken. Komt er iets aan? Nee, links go. Ja? Ja. Het zit ook wel echt anders achterop hoor. Je zit met je armen zo te steunen dat je denkt bla bla bla, ik zit eventjes op een directeurstoel. Het is een andere experience zeg maar dan op de pan. Yep. De pan hadden geen tussensteuntje hier, hè? Nee. Nee. Weet je wel destijds? Had jou 1100 dat dan? Bij de 1100 RT had ik een rugsteuntje. Adel letterlijk. Danger. Oui, oui. Spreek je dat uit in het Frans? Danger. Ja. De camera sleept toch niet over de grond? Maar... nee. Hoe kom je daarbij? Ik dacht dat ik wat geluid hoorde. Oep. Ja, maar lekker rijden, dan zijn we lekker weg. Oh, ik heb me gisteren ook gereden. Oh, tot hoe ver heb je hem gereden? Langs het kasteel en dan links, links en dan weer over die wegwerkingsmeter terug. Ah, oké. Okay. Nou, dan gaan we nu even wat anders doen. Nee. Heb je het kasteel zelf ook gezien? Ja, ik kasteeldag. Ah, oké. Okay. Ah, nee, dan gaan we het even anders doen. Althans, met de wel mee. Provizier even schoon te maken. Dan nog. De voordeur van achterop zetten. Dat kan nog. Ik heb het bij me. Dit vind ik nou zo jammer, hè? Dat ze dus hele stukken gewoon kaal halen. Nou, maar zou dat niet... waarvoor doen ze dat? Ja. Het kan ook wel een bewustzijn zijn natuurlijk. Juist uit natuurbehoud. Dat zou kunnen. Het gevaar is dus dat je dus landslides krijgt. Als je de zieke bomen ertussenuit haalt, of de oude bomen of weet ik veel wat, en je plant dan nieuw, ga je meer diversiteit kweken. Kijk hier links. Ja, ah, schitterend. Als we een pompstation tegenkomen, wil ik wel even tanken. Ik zit op 206 mijl. Nee. En hoe lang kan je dan nog, 2 uurtjes? Mijn reservelampje brandt nog niet. En de brandstofmeter doet het tegenwoordig vrij netjes, heb ik de indruk. Dus formeel gezien zou ik nog iets minder dan een kwart tank moeten hebben. Oh, en dan kunnen we naar Ettel doen, zo maar die kant op. Oh ja. Wauw, jongens. Ja, allemaal van het land. Leuk. Weet je nog? Ja, zeker. Ik geniet. Sorry. Volgens mij hebben we voor vertrek jouw headset opgeladen, toch? Niet bewust. Dus hij is niet nog aan de opleider geweest voordat we gingen, in ieder geval. jij dat gedaan hebt. Huh? Oh, niet dat jij dat gedaan hebt. Wat moet ik zien? Stil. Je ziet het bosje uit. Door de bomen heen. Ja, jammer. We zagen het net. Toen ik het zag, toen zaten we net bij een opening. Aha. Jammer. Ja, dat is vliegen. Huh? Dit is net vliegen. Oei. Dacht je wat er gebeurde voor me, of niet? Ja, dat een auto langs een tractor probeerde te rijden, maar dus halverwege die inhaalmanoeuvre erachter kwam omdat er een tegenligger aankwam. Ja. Nou, niet zo handig. Ik heb maar even groot licht aangezet. Ik bedoel, zo hard rijd ik niet, maar om nou te gaan inhalen als ik eraan kom, dat was ook niet het beste idee. Nee. Mijn missertje van inzicht, zeg maar. Ja, je zal er maar voorbij willen, hè? Stress. Hier kijken. Wat het uitzicht? Ja. Ja. Hier deed ik op een gegeven moment dat er een bus achter me ging rijden, zeg maar. Niet kort achter me, maar wel dat ik dacht, die komt snel dichterbij. Dat ik op een gegeven moment dacht van, nou oké, geef maar een beetje gas bij. Madro? Wat zeg? Nee, ik zeg nee. Niet ineens links afgaan. Nee, oh. Wat in een zijstraat. Lege bakkie. Wat? Lege jeep. Ja. Vandaar dat ik hem niet zag. Camouflage. Hier. Oei. Oei. Ja, stuur joh. Hallo. Dank u. Dit was een bit too much, yes? Wat is er allemaal met jou? Ah, ik zie niet waar ik heen ga, er zit iemand voor, dus ik zit sowieso... Vergeet heen het dan beter. Grapje, grapje. Dan vergeet het waarschijnlijk wel beter. Wat? Nee, vergeet waarschijnlijk wel beter, ja, dat geloof ik. Hey. Politie? Nee, dat is geen politie. De los zal wel voorbij komen. Hoor je hem? Hoor je hem? Ja, ik hoorde hem. Voelde hem wel. Ja, dan gaan we richting die brug. En vlak voordat je de brug opraadt, aan de rechterkant zit de benzinepomp. Goed onthouden. Weer? Aral. Ja. 1-0. Oh, Aral. Oh, gelukkig. Ja, ik zei toch, hij zit er vrij plots. Dat heb ik precies zelf. Wow! Sehr gut, sehr gut. Wat was dat dan? Standaard. Nee, je bocht. Oh. Buitenbocht, buitenbocht, buitenbocht. Oh ja, ik moet buitenbocht. Ah, koeling. Ah, hoezo? Wat was er met mijn bocht? Het was net alsof je hem niet inzette, zeg maar. Tot wel helemaal aan het eind. Ik dacht, oh, moet ik hem nog omrooien. Uh-oh. Er is mooi rood. Oh shit. Oké, fijn. Ha, lekker door. Reiger. Nice. Ik vind het echt te cool is dat dit grote ding dat het gewoon zo hard als plaats afgaat. Ik hoor toch wat achter me, maar... Ah, ja, mij. Nee. Er zit hier letterlijk iets achter ons. Een motor. Yep. Hey. En weg is die. Yep. zo voldoende achter, toch? Of zit je niet mee te kijken? Het ruim voldoende achter. Ja, toch? Ja. De ruimte is dan Pirker wel voorbij. Oh, nog even niet. Doe het maar net niet, nee. Jammer. Als je rechtdoor had gegaan, dan had je geen gas gegeven. Dus je zat bij de pand, zat je hoger, kon ik over je heen kijken. Dat kan nu niet. Ik zit nu echt meer achterin. Grappig. Of je moet te pakken gaan. Als je het maar laat. Oh, vrij. Nou. Zit je Golden in nou zwaar te maken gewoon. Wat zeg je? Zit je Goldie het nou zwaar te maken? Het Goldie nou zwaar te maken? Zit je het Goldie nou zwaar te maken? Maak je het er zwaar? Maak je het er moeilijk? Wie? Jij, ja. Wie, wat, waar? Je motor. Als je... zwaar. Ik dacht dat je ging vallen over Goldie, maar nee, dat viel me over me mee. Mooi asfalt. Yes. Het zijn inderdaad redelijk roofvogels. Grappig. Ik had het al gezegd, want ik zie zo weinig vogels, zo weinig roofvogels, maar je hebt gelijk. Wat er van de week eentje. Pakte net naast me in het weiland, pakte die wat. Oh, dat is wel vet. Hoop dat ik het op camera heb. Maak je een beetje. Maak me heerlijk. Prima vakantie. Maar beter dan ik gedacht had. Ja, ik ook. Ik moet zeggen, de eerste paar dagen dacht ik, de eerste dag als het wegging, dacht ik echt, oh fuck, waar zijn we aan begonnen. Maar ik moet zeggen dat dat eigenlijk prima uitpakte. stiekem bochtje. Wat zei je? Weg stiekem bochtje. Yep. Ik vind het echt fenomenaal hoe goed de wegen hier zijn. Het is echt bizar. Zelfs de kleinste landweggetjes zijn goed. Yep. Vrij? Ja, vrij. Volledig. Ligt mijn camera nog steeds omhoog? Is die niet gezakt of zo? Oh, hij wou me dat pad op hebben. Nou, dat gaan we niet doen. Nee. De camera aan de zijkant staat nog steeds omhoog. Hoi. Bij mijn voeten in ieder geval, ja. Ik heb natuurlijk de navigatie ingesteld staan op het kasteel Viande. Oh, cool. Dan wou ik maar dat zandpad op hebben. Nou, dat gaan we niet doen. Lekker hoor. Het draagt zich fantastisch. Het draagt zich fantastisch? De motor, hij gedraagt zich fantastisch. Ah, ja. Ik kan inderdaad merken dat je niet mee kan kijken. Ja, ik ben niet aan het tasten, ik anticipeer niet. Dat is echt wel precies. Nu krijg ik ramp in mijn linkerheup. Ja. Waarom? Dit vind ik nou lekker, zo'n dorp waar je een trekker ziet staan. Nee. Boerendorp. Ja. Staat hier. Er staat in, als het regent of het is glad, nee. Dan kan je hier niet in. Daar hebben we geen last van. En deze wanden insneeuwen, sorry, sneeuw is het. Sneeuw en glad. En weer nog steeds een donker broek. Nou, het zit wel comfortabel, moet ik zeggen. Ik snap wel wat Vree zegt over die kniestukken. Dat een soort van voelbaar is. Voelt hem inderdaad, op je knieën. Dat is anders. Dat klopt. Maar is dat te patchen, zeg maar, met een stukje stof? Ja. Ja, als je dit... Ik denk dat wat ze had gedaan, dat prima oplossing was. Dan wordt hij net even iets minder hard, zeg maar. Dus dan heb je iets meer een kussentje. Maar op zich het doorwaarbroek idee dat je gewoon een zomerbroek hebt is wel lekker hoor. Wauw, jezus. Holy moly. Top of the world. Het voordeel van die broek is dat je het nu kunt proberen en dat je voor jezelf dan kunt bepalen wat het is wel of het is niet wat. Ah, het is qua licht, het is, in vergelijking met mijn leren broek is het wel, het draagt lichter, dus het is comfortabeler in die zin. Anderzijds, ja, ik weet niet of ik er nou heel veel meerwaarde uit haal, zeg maar. Dat je denkt van, oh wauw, dit is echt super veel beter. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat als je hier, dit in een regenbui aan hebt, dat je best wel eens zit te schelden. Tenzij je de voering erin hebt zitten. Ja precies, maar die moet je er al apart in doen. Want mijn leren broek heb ik gewoon aan en dan word ik niet nat. Punt. Links is vrij. Ah, 10 minuten naar beneden. 10% zakken. Ja, even 10 minuten naar beneden. 10 minuten man. Ja man, ja man, ja man. Hallo. In de weerschakel, wezen, en zo. De overdrijf en nog geen gas geven naar beneden. Joehoe! Radar frequent. Okay. Radar frequent. Mag je 90 volgens mij en ik rij 62. Dus. Ja, maar af en toe zijn er snelheden dat je denkt, ja hoor, tuurlijk, right. 90 door hier, 90 door zijn bocht. Tuurlijk, welke idioot doet dat? Wel. Halen we dat? Ah. Halen we dat? 90 door deze bocht? Nee toch? Ja, ik niet. Nou dan. Er zullen racemotoren zijn die het waarschijnlijk wel kunnen. Je hebt een passievere zit achterop. Omdat je veel meer zit. Ik weet niet, ik had bij de pannen, ik ben eigenlijk al op mijn knieën aangesloten. Dat ik ook met mijn benen aan het meesturen was op een bepaalde manier. Dat heb ik nu helemaal niet. Je zit nu gewoon op stoel. Chill. Relax. Ja, dat wel. Dat is al. Volgens mij komen we in de buurt van een bezienswaardigheid. Ja, het kasteel. Ja. Dan willen we daarheen. Nee? Kijk hoe druk het is, ja. Als we er langs rijden, dan zeggen we oeh en a en dan rijden we door. Ja, toch? Pak je telefoon er even bij. En dan? Even een zoekmarkt opzoeken. Huh? Daar is het. Ja, I know. Voelt niet zo goed als mijn vorige, maar... Nee, het zal nog een beetje meer aan doen. Oh, heerlijk die rijwind, sorry. Oh, dat geeft het niet. Ah, heerlijk. Ah. Ah. Dat Goldwing jasje, dat is leuk voor temperaturen onder de 20 graden. Ja, lekker. I'm the king of the world. Ja, roofvogel gevonden in het veld. Gevangen een muis. Of het zat iets aan rood te pikken. Als je last van mij hebt, dan moet je het zeggen. In welke zin moet ik last van je hebben? Nou, weet ik wel. Als ik te veel of te weinig mee beweeg, dan weet ik veel. Iets in het altijd is. Oké. Even 70 Fahrenheit. Wat op zich nog mee volgens mij. Ik ben ook niet echt super warm in mijn ogen. McDonald's, McDonald's. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. Oh, stuur een appje. We gaan vast eten, ja? Doei. Ja. Je mag 70 hier. Dat mag echt. Aldi? Ja, ik kan het zeggen. Freshje snaps. Lidl? Echt uit. Gaan we naar die andere of gaan we hier ergens wat halen? We hebben geen reet uit. Ja, rijdt. Lidl? Hey, ja. Zeker weten? Ja, maar. Zit. Ja, laat maar. We moeten dus nu wel gelijk door naar huis, hè? Niet naar de route die hij had. Had je die al bijgesteld? Denk er nou zelf, man. Jongen, jongen, jongen. Ja, dat je dat al 3 keer gedaan hebt. Of dat je dat nu ter plekke even gaat doen en doet alsof ik dat nog niet... Kun je van je op, hè? De vizier al dicht gehad. Gewoon weggelopen uit een architectuurbrochure. Dat is gewoon echt... Hallo. Ja? Heb je je vizier al dicht gehad? Ja. Oh. Oh, heb je gepotst? Jongen. Oh, sorry, ja. Nou ja, mijn vizier, mijn zonnebril bedoel ik. Ja. Vizier is inderdaad ook gewoon. Jezus. Ja, sorry schat, zit je? Heb je het over vizier, maak ik je vizier schoon. Maar je hebt het niet gehad over je zonnebril. Als je niet zegt dat je zonnebril vies is, hoe kan ik dan je zonnebril schoonmaken als ik niet weet dat je zonnebril vies is? Schat, ik heb nou zijn vizier dicht. Weet je nou nog niet hoe ik rijd? Jezus. Nee? Nou, blijkbaar. Maar welke was er nou vies dan? Maar je hebt geen zonnebril bij je. Nee, maar mijn zonnevizier wel. Ah. Wees nou toch eens duidelijk. Jongen, jongen. Oh, ik ga aan je zitten. Zo, dan moet je het even weten. Je rijdt met groot licht, chef. Nee, die is gewoon zwaar beladen. Nee, die reed met groot licht. Fine, whatever. Aha. Tada. Oh, daar is Edgeldonk. En daar bij die toren, daar zit de cactus. Ja. En hier is het Patton Memorial. Ja, daar. Ik weet waar we zijn. Hé, hey, we gaan de verkeerde kant op. Hallo, joh. Niet volgens mij, Tom. Zegt. Laat hij nog een kronkelroute of zo? Nope. Phew. Ik denk, ik moet een boerenerf op. Dat gaan we niet doen. Oh, dat is diezelfde weg terug, joh. Kijk nou. Ja, dat bedoel ik. Gewoon nog een kronkel. Dit stukje vind ik niet zo heel erg, hoor. Nee hoor, nee, is ook niet erg. Staat diezelfde reiger nog in hetzelfde veld. Ga nou gewoon eten, man. Ja, wat denk je dat het nu doen is? Ja, het zou nog steeds in het tijd nog zelf eten en nou toegesprongen komt. Sukkel. Dat doet die beesten, hè? Ja, die gaan staan kijken en wachten tot er iets naar ons toe komt. Sukkels. Sterven allemaal de hongerdood. Internet. Drijven rechts. Wat? Ja, niks. Pok, godzakken. Een dode wasbeerweggetje. Zo. Ingeschat, Cityboy. Ja, ach. Ja, hard rijden af en toe best leuk, maar zulke bochtjes. Nee. Gaan we rechtsaf, zegt hij, hoop ik. Nee, we gaan links. Dus, oké, fijn. Zo af en toe is dat best lekker. Ben je er nog? Oh, je ziet er ook erbij zit of niet? Nee. Oh. Wat dan? Nou ja, als je vraagt hoe het gaat met je, dan moet je even achterop kijken. En dan moet je in je spiegel kijken hoe ik erbij zit. Ligt je hoofd op de topkoffer? Ik zit met mijn hand onder mijn kin, zeg maar. Mijn hoofd leunt op mijn hand. Oh, serieus? Ja, dat kan ik niet zien. Heel relaxed, alsof ik op de bank tv zit te kijken zo. Hoe is jij nog 5 kilometer? Ah, koeling. Ja, ja. Ja, dit is het betere werk. Atsa. Oh, hallo. Heel asociaal, hè? Ja. Oh, kijk eens, hè? Hoe zij... Wow! Ja? Ik kan niet zien. Kijk, ik moet op de weg letten. Waar keek je naar? Wauw! Bij. Ah, ruikers. Ik ruik verf. Ik ruik hooien. Ja, en verf. Verse verf. Dat ruik jij dan weer. Let it all out. These things I could do. Nee, gaat door, gaat door, gaat door. Echt. Oh, lordy. Een rare deviation. Nou, zo heeft die Garmin ons de eerste dag ook teruggestuurd vanuit, weet ik veel waar. Het is een leuke route hoor, maar hij is niet het kortste. De beste route. Gaan we, rechts. Ja, ja, zeker. Volgens mij hoorde ik weer net naar boven komen. Ja, dat bedoel ik. Goedemiddag. Hallo. En die andere. Hallo. Lekker hoor. Ja toch? Ja. Merk je achterop ook dat verschil tussen relaxed en nou ja, de pan zeg maar? Nou, ik vind het eigenlijk heel slecht vergelijkbaar. Het zijn twee zulke verschillende motoren. Ik heb vanmorgen nog gelopen, schatje. Sorry? Ja, we vanmorgen nog gelopen. Ja. Ah. Let me free, why don't you, baby? Get up my life, why don't you, baby? Ooh, really love me. You just keep me hanging on. Even aangekondigd dat we eraan komen. Om echt te kijken, waar moeten we nou heen? Zag je dat? Nee. Oh. Echt gewoon te kijken, want... Ja. Klopt het? Ja, dat klopt. Niet zo'n grote vrachtwagen aan boven, toch? Ik zie nog niks. Ik zie nog steeds niks. Ik zie nog steeds niks, nee. Komt er wel een achter ons aan. Ja, we moeten de stilte wel een beetje respecteren, toch? Ja, een beetje. Let me free, why don't you, babe? Get up my life, why don't you, babe? Ooh, ooh, ooh. Do you feel that way? You just keep me hanging on. Ze zeggen die weg, man. Kijk op België. Ja. Ja. Op Barman? Nee, toch? Nee. Nee, nee. Er wel. Geen eurozaadje. Lekker in de schaduw. Ook een zicht. Kan de eigenares in de schaduw. Dan stap jij af. Jongen, jongen, jongen. Ben je aan de kant? Ja. Ja. Good morning.